Nieuwie ziet afval als waardevolle grondstof. We proberen eindige hulpbronnen te behouden en gebruikte materialen nieuw leven te geven. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam, waar we een grote biovergister hebben. Overdatumproducten en restaurantafval worden ingezameld, verwerkt en naar onze vergister gepompt en daar omgezet in biogas. Vandaag starten we met de bouw van een bio-LNG-installatie op het terrein van Renewi in Amsterdam. Daar maken we van afvalstoffen een biobrandstof. Het is de eerste commerciële faciliteit in Europa van deze schaal. En samen met onze partners Nordsol en Shell zullen we vanaf medio volgend jaar biobrandstof gaan leveren aan de transportindustrie. Vooral aan weg- en watertransport. Nou, als grondstoffenproducent hebben we natuurlijk zicht op de hele keten als afvalinzamelaar en recycler. En het innovatieve concept zit hem zowel in de techniek als in de partnership. Doordat we alle onderdelen van de keten afdekken samen met Nordsol, die de bio-LNG gaat produceren uit het biogas, en Shell als afnemer. Het is mooi om te zien dat deze samenwerking met partners concrete resultaten oplevert op weg naar een circulaire economie. Binnen de circulaire economie is Renewi Organics marktleider in het inzamelen en verwerken van organische reststromen. Alle grote retail- en horecazaken zijn klant bij ons. Wij halen daar overdatumproducten, restaurantafval op. En dat wordt op deze locatie omgezet in biogas. En een deel van het biogas leveren wij aan Nordsol om bio-LNG van te maken. Dit past bij onze visie Waste No More, waarin we steeds meer secundaire grondstoffen produceren van hoge kwaliteit en daarmee primaire grondstoffen vervangen. Renewi is daarmee de verbindende schakel in de circulaire economie.